kijken naar deze week vlog. Geef alvast een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Dus veel plezier met kijken. Zaterdagochtend en we zijn weer in de kliniek bij onze Steady Mary. Bij mij. Ze heeft net een appeltje gehad. En dat appeltje zit zo ongeveer in haar neus, geloof ik. Kijk, daar. Ze heeft al heel lang geen appeltje gehad, dus dat was wel echt heel lekker, denk ik. Nee. Stes gaat er even lekker poetsen. Ik ga zo even met de dierenarts praten. En daarna gaan we naar Strijen. Ja. Gaat Kim springen? Ja, meteen ja. Meteen, ja. Ja, precies. Jij vanmiddag rijden. Morgen proef je Binky. Druk het boel allemaal. Nee? Kijk, we hebben een hele vreemde soortige pony. Die houdt namelijk van warm water. Als je er met warm water was, dan wil ze ook altijd warm water drinken. Ja. Nu heb ik thee bij me in mijn beker. En dan gaat ze er steeds aan ruiken. Zo van, kom hier met die... Ja, ja, ze gaat er ook aan likken. Dat. En dan gaat ze gewoon... Dus toen had ik bedacht, nou weet je wat, dan gooi ik wel een beetje in haar bak, zo. Het is wel heet, Ster. Maar Ster, die vindt het gewoon lekker, dus nu drink ik een kopje thee met mijn pony. Het is weer eens wat nieuws, hè? Ja! Ja! Wat krijgt Ster voor de verjaardag? Oh, nog meer. Oh, lekker. Ja, hier. Nou, hier. Even nog een beetje. Zo. Dat is alweer genoeg, hè, dame? We zijn in Strijen. Dit zijn de Outdoor Zuid-Holland wedstrijden. 3 dagen geloof ik. Zijn er maar 1 dag. Eigenlijk zou Tessaatje, waar ben je? Daar. Die zou ook meedoen met Sterren, maar helaas, zoals jullie gezien hebben, is dat niet gelukt. Kim zou ook meedoen, maar die kon het niet vinden. Dus we hopen dat die de tweede ronde nog kan springen. Ja. En anders gaan we in ieder geval gewoon even kijken naar Outdoor Zuid-Holland. Ja. In Strijen. Ik moet wel zeggen dat het lastig te vinden is. Zeker als je door Wees vanaf de verkeerde kant gestuurd wordt. Ja. Dus wat dat betreft... moet je een paardenkenner en weter zijn van alle evenementen, hoe je er komt. Ja. We gaan nu in ieder geval die kant op. Tada! Springkussen! Een springkussen! Nou, Tess die heeft het alvast naar de zin en we zijn nog niet eens binnen. Summer Fair Strijen heet het hier. Goes USA. Oké. Okay. Goes USA. Nou, spannend. Omroep crew. Kassa, munten. Moet daar eigenlijk het wedstrijdgedeelte hebben. Ik vind het hier wel leuk hoor. Tess vindt het alvast leuk. Nou, we hebben hier auto's. Ik kan je vertellen, het was redelijk stressvol. Maar Kim is in de ring met een single. Ze mag eventjes het parcours bekijken. Omdat we toch wat problemen hadden om hier te komen. En daarna mag ze springen. Ah, ze is echt wel cool nu. Dat vind ik knap. Goed zo. Goed zo. Na het enerverende springparcours heeft Kim voor water gezorgd. Heeft zich rot gezult met een paar liter water. En Henja denkt, weet je wat? Ik hoef niet. Nou, dan gooit ze het over je heen. Nee, ik wil ook niet in bad. Nee, ook niet. Het is leuk dat je water gehaald hebt, maar succes ermee. Ik weet niet van welk planeet jij komt, maar ik ga niet drinken. De oplossing van Kim, je stopt gewoon eten door het water. En dan kan ze een soort appel happen. We nemen een slokje water en we nemen een hapje voer. Henja zoekt voer. Snel als geblinddoek appels happen in het water. Waar is mijn eten? Ja, waar is mijn eten, Henja? Gekke Kim. Ja. Dat krijg je ervan. Nou, na het springen zijn we nog heel eventjes hier rond aan het kijken. Het zijn allemaal leuke tentjes met hapjes, drankjes en kleding. En daar kan je een reis naar Amerika boeken, denk ik. Weet niet. En Tessie gaat zo even op de stier, als dat lukt. Ja, ik vind het toch eng. Vind je het eng? Ja. Ja, dan kan je het wel. Ach, hopelijk. Lukt zeker wel. Gaan we even kijken wat het kost. Er zijn ook sprinkles en een heleboel. Nog meer eten en drinken. Veel muziek. Ze hebben een strand gebouwd. Oh. Op het strand liggen als je zin in hebt.
Helemaal zand. En wij gaan even muntjes halen. Dan kan Tess op de stier. Goed, Tess is zover. Springt op de stier. En dan gaat ze. Ben je er klaar voor? Nee! Ah, jawel, ga maar. Ga maar gewoon, dan lig je eraf. Geef niet. Maakt niet uit, ga maar. Kopje, hè? Ja! Je moet vasthouden met je heupen en niet zozeer met je handen. Oké, dan komt hij, hè? Woehoe! Ja! Dan gaat er. Oeh, boom! Joehoe! Moeilijk. Ja, vind je het moeilijk? Wil je nog een keer? Ja, ook nog één keer dan. Hey, ik heb nog twee keer voor je, dus spring er maar. Woehoe! Ja. Ja. Gaat ie. Zo. Zodra jij zegt goed zo, laatste keer. Ja, daar zijn mijn muntjes op. Yes! Ja! Ik dacht dat dit nog makkelijker was! Nou, die stier bij die andere, die was wel makkelijker volgens mij hoor. Volgens mij is dit gewoon echt een moeilijke. Nou, dat is al beter! We moeten gewoon niks zeggen. Ja. Ik ga nu in de teken. Nou, spring maar. Tess is sneller aan de andere kant dan dat ik om kan lopen. Superleuk evenement hier strijden. We gaan nu terug naar Middenhof, want er moet gewoon weer gereden worden natuurlijk. Tess zit in de les, toch? Ja, die mag op Binky doen. Ja, morgen heb je proefje op Binky. Woehoe. En ik ga even lekker op vrouw rijden, dus wij gaan terug naar mijn sluis. Zo, Tess is even op stap met Everest, een van de grootste paarden van stal. Maar ja, ook een van de liefste paarden van stal, dus daar gaat ze. Hallo, ging het goed? Ja hoor. Ja hoor. Ja, vandaag is vader niet, dus dan mag Kim op het stipje. Hallo stipje, gaat het goed? Mooie hoekschoenen aan. Het is vandaag hoeveel graden, Tess? Nou, vandaag 35 graden geworden, nu 33 graden. Maar ik moet zeggen dat Ster in de kliniek toch een heel fijn stalletje heeft. Waardoor ze het helemaal niet warm heeft. En ze heeft zelfs een zonnescherm. Ja, dat zien jullie niet. Even dichterbij. Zo, kijk. Het is gewoon echt een zonnescherm. Zo voor de stal. Helemaal tot aan de grond. En daar kijken we er onderdoor. Dus ze heeft een, eigenlijk wel een heel cool stalletje hier. En daar heeft ze ook zonnescherm in plaats van dat het dicht is. Dus het zijn wel hele coole stallen hier. Cool in de zin van niet zo warm. Echt wel cool. En cool, maar ik denk dat het in de winter ook niet onwijs koud is. Hoe is het met ons sterretje? Mijn sterretje gaat goed, alleen een beetje zacht. Ja, ze is zeker een beetje zachtruim, zoals tegen mij. Nou, doet ze de oortjes weer naar voren. Ze heeft nog steeds de mooie schoentjes aan. En Tess is even lekker op zoek, hè? Ja, lekker poetsen. Ziek de zoek. Dat is wat we doen. Nee? Ja. Is lekker, Ster. Ja, heerlijk. We hebben de maandjes ingevlochten. Het is iets wat minder warm. De voorplek ook. Zo moet het te doen zijn, hè? Ja. En Tess heeft ondanks de warmte gewoon joepers aan en sokken. Hè? Ja. Moest, hè? Ja. Veiligheid. Boven alles. Precies. Heel erg warm. Dus lekker buitenritje. Gina vandaag met Ilse. Dan gaan ze allemaal pomptie-domptie-domp. Heerlijk. Ja, het is wel lekker weer ervoor. Christine heeft ook de zomerse outfit aan. Hallo. We zijn weer bij ons sterretje. Hi Ster. Hoe gaat het met Ster? Met Ster gaat hartstikke goed. Ja? Maandag misschien naar huis. Hopelijk mag ze maandag naar huis, ja. Nog even afwachten. Ik kreeg wel wat opmerkingen voor een foto dat ze nogal mager zou zijn. Maar als ze zo de zijkant even laten zien, dan zie je dat het nog wel meevalt. Ja. Ze mag. Oh, ze heeft het tegenvonden. Ster, wat wens jij? Ik denk dat er iemand thee wil.
Ja, ik denk het wel. Nou, ik geloof dat ik even tegen ga geven. Ons sterretje heeft weer nieuwe schoentjes gekregen. En dit keer, kijk, met een soort zooltje. En daar zit dan siliconen in. Dus zo ziet het eruit. Leuk dat je hebt gekeken naar deze week. Nog even een duim omhoog en abonneer op het kanaal. Dus doei!